Lotte, welkom bij Salon Medizin Alsace. Leuk dat je er bent. Eerste keer voor jou ook in de Alsace. Wat zijn volgens jou nou de drie belangrijkste kenmerken voor Alsace wijnen? Ik denk toch terroir, traditie en Grand Cru Riesling wijngaarden. En kun jij je nog herinneren wanneer je voor de eerste keer een Alsace wijn hebt geproefd? Ik denk dat de eerste keer was toen ik bij Seinpels werkte. Was ik 19 jaar als sommelier. En dan was dat echt wel de eerste, de klassieke Sint-Humbrechts die daar op de kaart stonden. Hey, en het is je eerste keer dus in de Alsace. Maar zou je al een aantal plekken kunnen noemen hier in de Alsace die jou het meeste zijn bijgebleven? Nou, voor mij qua proeven en wat er bij mij echt bovenuit springt zijn de vulkanische gesteentes. Dus de drangende tang, dus dan de Clos de Oerlap van Sint-Humbrecht. Maar alle vulkanische gesteentes vind ik echt super interessant. De Hengst wijngaard, zowel de Grieslings die er vandaan komen als de meeste Pinot Noirs die daar toch vandaan komen, maar niet officieel erop mag staan. En Schoenenberg vind ik heel interessant. En als we het hebben over Riesling uit de Alsace, wat maakt Riesling uit de Alsace nou onderscheidend van andere Rieslings? Ik vind het heel dimensioneel. Het heeft heel erg veel verschillende lagische vlaktes. Ik denk ook echt dat het vulkanische gesteente, wat je dus met een rangende tang hebt, dat kom je nergens anders in de wereld voor. Maar ook de expressieve. Het is zo aromatisch, zo intens. En dan tegenwoordig zo mooi, fris en strak en die mineraliteit die eruit springt. Dat is echt voor mij iets dat alleen in de Alsace kan. Ja. En is er ook een Alsace wijn die wij standaard bij jou thuis in het wijngaard kunnen vinden? Ik ben altijd heel erg fan geweest van Oostertaak en Marc Tempé. En beide wijnen, de Malmburg van Marc Tempé en de Oostertaak, de Münchberg, die Riesling, dat is wel echt iets dat ik graag in mijn wijnrek heb. Kun je ook uitleggen wat je daar zo bijzonder aan vindt, aan die wijnen? Het heeft de expressiteit om voor het rijpen, de ouderen, maar ook de aanzet, ook jong zoals ik vandaag geproefd heb. Maar het potentieel dat het heeft, het is zo mooi. Het heeft echt heel veel diepgang. Het is echt een wijn die zeer lekker is om zonder iets te drinken. Maar zeker wijnspijs zijn dat echt wijnen die geweldig zijn. Omdat die juist een zuurtje, umami smaken, die kunnen dat echt uit eten naar boven halen. Het zijn wijnen die, als je als sommelier ook gerechten hebt waarvan je niet zeker weet wat je daarbij moet schenken, dat zijn echt wijnen die de oplossing zijn. Het is heel dimensioneel. En je hebt natuurlijk vandaag ook al heel veel Alsace wijnen geproefd. Welke Alsace wijn heeft hier vandaag jouw hart veroverd? Nou, toch weer terug veroverd is toch de Sint-Humbrecht Oerlap. Dus de rangende tang vind ik heel mooi. Oostertaak en Marc Tempé blijven ook allebei heel erg. De veetwijnen, eigenlijk best wel veel. Maar Sint-Humbrecht op dit moment echt nog steeds wel één. En heel mooi vind ik de wijnen van Sjaal. Bircher en Sjaal. Ga ik jou bedanken en dan mag je...